Ja, nou, moet je eens horen. Nou hebben we een voorwiel, een zadel. Ja. Oh ja, nou nog een stuurtje. Ja, een stuurtje. Hè? Ja, ik moet hier ergens nog wel een stuurtje hebben. Ja, dat dacht ik ook. Dan moet je toch wel even hiernaar, niet? Ja. Maar waar? Ja. Waar? Ja, ik heb even de week nog mijn broeken opgehaald. Toen viel de hele boel ondersteboven. Maar ik zie het nog niet meer. Oh, wacht. In de donkere kamer. Oh, wacht even. In de hoek. Ja. Nou, nee, je hoeft niet maar naar mij te gaan. Ik zoek het zelf wel op. Maar, zal ik even een kaart voor jou steken? Nee, dankjewel. Ik doe het wel op de voel. Hij doet het toch. Ja, ik hoor hem. Ben je erbij? Wat heb ik toch altijd een rotzooi in mijn winkel, hè? Je laat dit winkeltje veel te vol, man. Dat slaat toch nergens op? Ach, klets niet. Je mag wel een drink aannemen. Nou, wat heb ik? Ja, één stuur. Nou, laat die glimmen, hè? Het glimt ook nog lekker. Ja, voor elkaar. Zo, voor elkaar. Nou, dan hebben we zo wat al. Ho, wacht even. Er zit geen bel op dit stuurtje. Heb jij niet een bel? Nou, weer een bel. Een fietsenbel? Ja, geen huisbel. Nee, die heb ik niet. Heb je niet? Nee. Nou, ik... Ho, wacht, hier. Alsjeblieft. Ah, daar ben je betoeterd. Ja. Nou, dat kan niet. Je kan er geen auto toeteren. Natuurlijk wel, die neem ik ook. Nou, die, kom maar. Nou, klaar. Die is nog van de baron, zeg. Ja. Dat zou je geld kosten, mannetje. Ja, dat is niet goede koop. Nou, wat hebben we allemaal? Ja, een stuurtje. Een stuurtje. Ja, en een voorwiel. En een voorwiel. Nou, en een zadeltje. En een tandeltje. Nou, dat is bij elkaar. En, oh ja, de autotoeter. Nou ja, dat is ook niet auto. Goedkoop. Hé? Dat is een hele rekening. Nou ja. Nou ja, zeg... Hoe denk je mij dat eigenlijk te betalen? Betalen? Ja. Betalen, maar... Wat bemoei jij nou mee? Wat bedoel je nou met betalen? Ja, nou, betalen, wat maar. Het is toch nog een kopie. Niet waar? Maar we hadden afgesproken. Nee, we hebben niks afgesproken. Ik heb gezegd dat je nou een bedelaar was. En we hebben wel afgesproken dat ik het voor je zou opzoeken, ja. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, maar je denkt toch zeker niet dat ik Sinterklaas ben? Ja. Neem me niet kwalijk, dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen. Ja. Maar ja, mag je, berg het dan maar weer voor me op. Ja. Zo gauw als ik mijn loon van de boer krijg, dan kom ik hier wel naartoe. En dan geef ik je alles tegelijk wel. Ja, zeg, en hoe denk jij nou verder te leven? Nou, daar heb jij toch niets mee te maken. Dat zie ik zelf dan wel weer. Nou. Je wordt bedankt. Nee, zeg, wacht even. Dat wil ik niet. Ach ja, dat kan toch niet. Je kan toch al je geld niet aan mij geven. En dan op een droog stukje brood zitten kouwen. Nou... Ach man, neem toch die hele bol mee. Ha, voor niks. Ik wil er geen cent voor meen hebben. Meen je dat nou? Jaco, de baas is zo'n vriend van me. Nou, Malle, hartelijk bedankt in ieder geval, hoor. Ho, ga er eens af van mijn fiets. Ga van mijn fiets af. Ja. Zeg, als je me nodig hebt, je geeft maar een gil. Ik ben er zo en dan help ik je. En jullie, Malle, bedankt. De deur is open. Kom maar aan. Ik wou je alleen maar een beetje stangen. Zo blij is een kind als Jaco. Hè? Nou, dat is fijn, hè? Nou, om hem nou ook eens een keer een cadeautje te geven. Vind je niet? Hè? Nou, goed. Hij is voor mekaar. Wat een autotoeter of een fiets. Nou, dan moet je weer sweet voor eten, hoor. Ja, laten we er maar om lachen.